Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 18 hier in Brazilië. Heb jij de vorige video gemist in Mexico, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht moet ietsje. Klik daarop en dan zie je natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje als je geen enkele aflevering van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media en mijn gebruiksnaam in de beschrijving. Zoals je ziet zijn we van plan om dingen te upgraden. Alles wat we hebben kunnen beveiligen van de getroffen delen die in seizoen 2 met de regulatieverandering zijn gewijzigd. Die hebben we dus safe. Dus hopelijk beginnen we niet met een achterstand in seizoen 2. Maar ik heb nog wat dingen extra bijgekocht die niet beïnvloed waren van de R&D change. Mexico, helaas, de vorige video viel tegen. Waarom? We vielen uit met een probleem. Dat was jammer. We starten ook helaas nu een positie 10 plekken lager vanwege een onderdeel van de power unit. Dat heb ik dus moeten vervangen. Maar alsnog, de kwalificatie gaat gewoon beginnen. Regen is de voorspelling in de kwalificatie. Hier heel veel updates, dat is alleen maar goed. Dus de auto zou wat sneller moeten zijn dan in Mexico. En de regen is dus aan het einde van de kwalificatie. En de race is droog, dus dat beloont nog wat. Maar eerst de kwalificatie voor de Grote Prijs van Brazilië. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de kwalificatie en is Nikita Mazepin uitgevallen. Dus die start helemaal van achteraan. Gelijk een rookpluim uit de Haas. En die is weg. Mazepin staat stil. En is uitgevallen. Heel gek dat dat blijkbaar kan. Het was daar ook even geel in sector 1. Maar het is weer groen. We gaan dus beginnen met onze eerste getimede ronde van Q1. Kijken waar wij naartoe kunnen springen. Hopelijk misschien in Q2. Raikkonen zit de snelste tijd neer met een 1.8.9. En wij komen bij start finish en noteren een 1.8.7. Sneller dan Raikkonen. P4. Nog 2 minuten op de klok. We staan op P17. Wat niet genoeg is om door te kunnen komen naar Q2. We hebben een nieuw setje eronder geschroefd. Eerste bocht nemen we iets te snel. Klein beetje overstuur op die curbstone. Alonso moet daar aan de kant. Doet hij ook. Dat is goed om te zien. Maar dan maak ik een fout en laat ik alle jongens voorbij mij. Zodat ik clean air heb. Iedereen even voorbij laten gaan en nu even de banden opwarmen. En dan nu dan misschien, wordt dit dan onze laatste beslissende run. Kunnen wij ons gaan verbeteren om P16 af te pakken van George Russell? Dat is de vraag. Onze derde ronde gaat dus in. Groen bij de Delta. Ongeveer een tiende. Dus dat is goed om te zien. Iets te wijd helaas. Beetje gas meegepakt. We staan op P19, want Armstrong heeft zich verbeterd. De vlag hangt uit voor Q1. De vraag is verbeterd bij ons naar een Q2. Waar zijn we beland? Charles Leclerc snelste in Q1. Verstappen op 94.000ste op P2. En wij naar P17. Helaas komen een tiende tekort op Kimi Räikkönen. Dat betekent P17 in een lange wedstrijd. We gaan kijken wat het gaat worden voor de Grote Prijs van Brazilië. Voor carrière aflevering 18 van My Team Career Mode.
Formula One returns to Sao Paulo once again with the stage set for what promises to be another classic Brazilian Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012. And in 2016, Max Verstappen treated us to one of the finest wet weather drives of all time. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7-mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if, of course, the weather stays dry until the end of the Grand Prix. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Can we begin by having a chat about Sergio Perez? They need third or better to ensure they stay in contention for the championship. Outside of that, well, their fate is no longer in their hands. And they can do it for sure, as long as they don't dwell too much on the position. At the end of the day, there's only one way to go racing, and that's to give it everything you've got. Either your best is good enough to stay in the hunt, or it's not. There's no point giving any less than 100%. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Sergio Perez will lead us away from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Ricciardo, Charles Leclerc and Gasly, Tsunoda, Verstappen, they've taken a grid penalty, Norris and Lance Stroll, Fernando Alonso, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Russell, Carlos Sainz and Armstrong, Giovinazzi, they've taken a grid penalty, Raikkonen, Mick Schumacher and Nicholas Latifi, the Professor, Ocon, Vettel and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid voor de Grote Prijs van Brazilië. Het is flink bewolkt, zie ik, maar er is geen regen voorspeld. Dat is goed om te zien. We starten helaas op een P17. Achteraan in het veld. Hopelijk kunnen we naar de punten rijden, maar ik ben er bang voor. Je weet maar nooit. Er kan van alles gaan gebeuren in deze Grote Prijs. En dan zou ik zeggen, laten we gaan beginnen voor de Grote Prijs van Brazilië voor Carreer, aflevering 18 van F2021 My Team Career Mode. 2 stoppen doen we en nemen extra fuel mee. En dan zijn we ready to go. We vertrekken van P19 in de Grote Prijs van Brazilië. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Nicolas Latifi. We hebben al gelijk splitting van Mick Schumacher. Zit hier een beetje klem tussen die twee en moeten helaas op de rem gaan staan. Ocon kijkt naar die binnenkant. Ook Vettel zit daar te kijken aan de binnenkant. Is er voorbij, maar Vettel zit daar wel nog. Sebastian Vettel zit daar aan die binnenkant. We bewegen wat naar links toe om Vettel af te knijpen en dat lukt ook gewoon. En pakken gelijk Mick Schumacher aan die binnenkant. Dat is goed om te zien en zo hebben wij P19 veroverd. De volgende heet dan Nicolas Latifi. Ronde nummer 2, want Latifi is gepasseerd en ik denk hier Giovinazzi in te halen. Dat lukt niet en ik raak de Italiaan. Giovinazzi dus gespind, maar wij hebben die plek wel veroverd. Latifi kan gelijk terugkijken. Wij verdedigen die binnenkant. Hij kijkt naar de buitenkant. En dat lukt niet, want wij behouden gewoon de racelijn. En Latifi moet nu even doen met P18 in de wedstrijd in ronde nummer 2. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. DRS ingeschakeld op Esteban Ocon. Paas in sector 1, maar we schieten een klein beetje door. Helaas. Kunnen wij zo meteen Ocon aanvallen? Dat is de vraag. De Alpine is veel sneller dan ons eigen auto. Dat lukt helaas niet. Herhaling van de start met Perez op pole position. Verstappen met een gridstraf. De lampen zijn uit en we waren onderweg en die Perez kwam gewoon goed weg, joh. Een Mercedes zat daar te malen volgens mij. Het is al gelijk heel veel auto's in één krappe bocht. Vettel keek aan die binnenkant. Dan is deze bocht voor ons. En wij hebben meer snelheid buitenom. En gaan wat richting Vettel toe om proberen af te knijpen. Mazepin kan niet meedoen.
En die valt daar wel Vettel aan. En zo hadden we ook gelijk Mick Schumacher te grazen genomen. Allemaal goed verlopen in de eerste ronde. Latifi konden wij daar niet aanvallen. Aan de buitenkant proberen, maar dat lukt ook niet. En wij gooien de deur voor Sebastian Vettel dicht. Dit gebeurde er in ronde nummer 2 met Giovinazzi en mijzelf. Ik kwam van veel te ver en raakte per ongeluk Giovinazzi. Zo simpel is het. Ik was iets te opportunistisch. En Giovinazzi's race is eigenlijk gewoon in het putje gegooid. Zo zag ik het dus. Ik rem hier gewoon veel te laat. En probeer de auto nog af te remmen, maar tik helaas Giovinazzi aan. En deze dingen kunnen helaas gebeuren. In de openingsfase van de wedstrijd. Helaas pindakaas. We krijgen er geen straf voor gelukkig. Dus dat is goed om te zien. We moesten daar ons wel even verdedigen van Nicolas Latifi, maar het is allemaal goed gelukt. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Paars dus in sector 1. Ocon is de volgende. Wanneer kunnen wij die aanvallen? Dat is de vraag. Groen in sector 2. 1,7 seconden sneller. Nee, 1,3 seconden sneller. Zit er binnen DRS afstand van Esteban Ocon. DRS geopend. We kijken naar de buitenkant. En zet de paars in sector 3 neer. En die plek is van ons. Maar we moesten daar even wakker blijven. Want we raakten daar volgens mij net niet Carlos Sainz. En Ocon heeft die plek weer heroverd. Voor P16. Dan kunnen wij hier weer opnieuw aanvallen. Dit keer aan de binnenkant. Laat inremmen bij de Fransman. En die plek is nu wel officieel van ons. De volgende heet dan Carlos Sainz. Jeff vindt het een hele mooie inhaalactie op de Fransman. Dat is goed om te zien. Mijn ingenieur is dus tevreden. Sergio Perez en Max Verstappen leiden gewoon nog om het WK, hè? Sorry, die strijden gewoon om het WK. Red Bull leidt de constructeurs. Volgens mij leidt Verstappen met 2 punten voorsprong het WK. En Ocon komt daarvan heel ver. En wij gooien gewoon de deur dicht. Dit keer spinnen wij niet. Dit keer spint Ocon niet. Maar diezelfde Ocon kan hier op de exit terug aanvallen. We knijpen hem wat richting die muur af. Beetje wielbengen met elkaar. En die plek is nu wel van ons. Want wij sturen gewoon heel scherp naar links toe. Om Ocon geen ruimte te laten. Dit is dus in ronde nummer 6 wat er net gebeurde. Ocon kwam van heel ver, iets te ver, stuurt ook gewoon naar rechts toe, hè, om die bocht te halen. Dus hij beschadigt gewoon mijn auto. Ik ga hier wat wijd en Ocon kan hier terug aanvallen. Doe ik hier precies hetzelfde wat Ocon bij mij deed. Een beetje wielbengen met elkaar. Ocon steekt ook zijn hand omhoog. En dan is die bocht voor ons en Ocon is dus officieel gezien. Ronde nummer 12 en we duiken naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. We gaan naar de stoftbanden en gaan proberen om misschien Marcus Armstrong te overcutten. Maar ik denk dat dat niet lukt. Release, release. 2,2 seconden is de pitstop. De versnelling bleef wat vasthaken. En we komen achter Marcus Armstrong terecht op de stoftbanden. Armstrong gaat ook voor een tweestopper, wij dus ook. Ronde nummer 16. En we doen daar bijna hetzelfde bij Kimi Räikkönen, hè? Hebben we hem hier dan op de exit, mooi buitenom, lukt dat? DRS ingeschakeld, Kimi gooit zijn overtakeknop aan. We krijgen een waarschuwing vanwege het toucheren van Räikkönen, maar die plek is nu wel van ons P15. De volgende heet dan mijn teamgenoot Marcus Armstrong voor P14. Russell op de harde band naar P13. Ronde nummer 17 is het. Armstrong verdedigt die binnenkant. Maar wij gaan en komen er helaas niet langs. Hier dan wel op de exit? Nee, jammer. Heb je wel DRS?
Armstrong verdedigt die binnenkant, wij kijken naar de buitenkant. En die plek is wel van ons, we sturen wat naar links toe om te laten merken dat we hier niet van gediend zijn. Maar goed, so be it. Dit is gewoon hoe het hoort in de Formule 1. Armstrong kan terug aanvallen, maar dat lukt niet. Yuki Tsunoda is ons voorbij gegaan. In ronde nummer 20. Trouwens, George Russell is gespind. Maar ja, dat heb ik er niet in zitten. Ik vond dat de moeite niet waard. En we vallen Tsunoda terug aan voor P12. Maar Tsunoda kan terug aanvallen. Dit is heel mooi. Stuivertje wisselen tussen ons tweeën voor die positie. We komen hier heel dicht op de achterkant van Yuki. We moeten trouwens nog een keer naar binnen voor onze late pitstop. Armstrong is binnen 2 seconden van ons gereden. We hebben zometeen DRS, gooien onze overtakeknop nu al aan om extra snelheid mee te nemen naar dit rechte stuk toe. Yuki verdedigt die binnenkant en wij kijken dus naar de buitenkant, sturen naar zijn lijn toe en blokkeren hem. Tsunoda probeert daar wel aan de buitenkant, maar dat lukt helaas niet. En P12 is van ons. Alonso naar P11. Stroll rijdt in de punten voor Aston Martin. Er zijn nog 15 rondes te gaan in de wedstrijd. We gaan zometeen naar de medium banden in ronde nummer 22, een ronde later. Auto krijgen we gewoon goed afgeremd. Gaan we kijken wat deze pitstop tijd wordt. Complete, go now. 1,9, hele snelle pitstop en dat is goed om te zien. En komen achter George Russell de baan op. Giovinazzi rijdt hier wat langzaam en we vallen hem gelijk terug aan. Zo doe je dat, agressief aan die binnenkant gezet, dan moet hij maar ruimte laten. En dat deed hij niet. Mazepin kunnen we hier misschien ook aanvallen. Voor P17 in de wedstrijd. Beetje overstuurmomentje op de exit. En ik zie gewoon dat Mazepin het moeilijk heeft. We vallen Mazepin aan in de laatste bocht. En dat is gewoon mooi P17. Mijn teamgenoot komt naar binnen. Is naar binnen trouwens. Mazepin probeert terug aan te vallen. Maar duikt naar binnen. Armsprong ook op die mediumband. Proberen daar Latifi misschien aan te vallen, maar dat lukt helaas net niet. Komen wel mooi voor Marcus Armsprong op de baan. Dus de undercut heeft gewerkt. Latifi verdedigt die binnenkant en wij kijken mooi naar de buitenkant. En dat is P15. De volgende heet dan George Russell. Ronde nummer 28 en daar is dan George Russell. Kunnen wij hem aanvallen? Lukt dat? Aan de binnenkant. Beetje wielbengen met elkaar. Maar die plek is officieel van ons. Misschien kunnen we nog Kimi Raikkonen aanvallen voor P13. Er zijn nog 8 rondes te gaan in de wedstrijd. En dan zit deze grote prijs er alweer op. Russell naar die harde band. Raikkonen naar de harde band. Gasly ook naar die harde band. En Giovinazzi dus ook op die harde band. Dus veel jongens doen medium hard en wij doen soft, soft, medium. Iets te wijd op de curbstone en Russell probeert het daar dan aan die binnenkant. Maar wij laten geen ruimte over en die plek is niet van Russell, maar nog steeds van ons. Raikkonen staat onder druk. En dat merk ik ook, want hij rijdt verdedigende lijnen. In de ronde nummer 32, hier is het dan gedaan bij de DRS gedeelte. Nou, lukt dat. Raikkonen geeft niet zomaar op. We remmen beide even laat. En ik stuur wat naar rechts toe om te laten merken dat ik hier niet van gediend ben. Maar dat is nog steeds P13 zonder een straf. In ronde nummer 32. De volgende heet dan Pierre Gasly. Maar ik denk niet dat we dat kunnen redden, helaas. We gaan zo meteen de laatste race ronde al erin.
lap of the race. Het gat naar Gasly is 11,8 seconden. Dat gat naar Russell is 6,3 seconden. Russell was trouwens nog gespind, maar dat heb ik volgens mij al een keer verteld. Dat heb ik helaas niet inzitten. We hebben een DRS-fout, maar dat boeit niks, want we hebben iemand voor ons. Perez is de winnaar van de Grote Prijs van Brazilië en neemt volgens mij de WK-leiding af van Max Verstappen met nog 2 wedstrijden te gaan in seizoen 1. Wij moeten nog dit rondje zien af te maken en dan is het gewoon voor ons een P13, vertrokken van P19 met een tweestopper. We zijn met de laatste paar bochten aanbeland in Brazilië. Dat betekent een P13, helaas geen punten, maar goed, so be it. Op naar de volgende wedstrijd in Australië. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. A great race then, very much as we've come to expect, and a fantastic win here at Interlagos. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy, and to stay out of trouble. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. De uitslag van de Grote Prijs van Brazilië. Perez wint de wedstrijd, zet een reuze stap naar zijn eerste titel. Pakt ook dus dat race onderpunt. Bottas naar P2, Verstappen naar P3. Hij krijgt ook Drive of the Day van Anthony Davidson, vertrokken van P8 naar een podium. Doet hij goed, wijst naar een P13 van P19. Tsunoda mist een punt helaas. Ricciardo 4, Hamilton 5, Leclerc 6. Nog eens 7, Stroll 8, Alonso 9 en Sainz 10. Dat is dus de top 10. Russell naar een P14. Gasly mist een punt. Tsunoda mist dus een punt. Wij dus naar P13, helaas. Dus dat moet wel beter voor de resterende 2 races van dit seizoen. Want Lance Stroll zit bij ons te kijken voor het wereldkampioenschap. Want hij nadert ons volgens mij op 2 punten. En dat is nogal close. Perez en Verstappen, 5 punten verschil is het. Met nog 2 wedstrijden te gaan. En ja, het gat naar Vettel is 2 punten. Het gat naar Stroll is ook 2 punten. En daarachter nog iemand op achterstand van 2 punten van Lance Stroll. Dat is Alonso. Maar het gaat ontspannen wie dus wie pakt. Ik hoop dat wij Sebastian Vettel kunnen pakken. Ik hoop niet dat Lance Stroll ons pakt en Fernando Alonso ons pakt volgens mij. En het gaat echt bloedspannend worden met Verstappen en Perez om dat wereldkampioenschap, dat WK. Maar goed, deze video zit er al voor op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, benoemd dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Like het video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media, maar gebruik hem in de beschrijving. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ga verder voor de ene laatste ronde in seizoen 1. En dat is Australië. Tot ziens.